Ja, Giovanni, gefeliciteerd. Je bent de matchwinnaar. Hoe voelt dat? Ja, voelt heerlijk. Als je die bal erin ziet gaan, ja, de ontlading komt los. Dat is heerlijk. Heerlijk gevoel. Het was een mooie goal, omschrijf hem eens. Ja, het was, ik geef de bal mee aan Mitchell. Mitchell gaat erover. De keeper haalt hem weg en ik reken een beetje op dat hij daar zou vallen. En ik kwam daar en ik dacht niet na en ik schoot en ging er mooi in. Ja, dat was een mooie volley in de verre hoek. Jullie hadden een doelpunt ook heel hard nodig. Hoe was die ontlading met elkaar na afloop? Dat is een heerlijk gevoel, ontlading. Ja, eerst was het niet goed gespeeld natuurlijk. 0-0, matige resultaat. Maar dan zie je dan van Benfica wint. Die ook wint van Juve. Zijn we opeens weer er heel goed voor naar de volgende ronde te gaan, zeker. Ja, wat hadden jullie tegen elkaar gezegd voor de wedstrijd tegen Benfica? Het moest anders. Het moest veel anders dan de eerste helft, de eerste wedstrijd. En ik heb het team ook gemerkt. Het was een heel ander Ajax dan in de eerste wedstrijd. Ja, dat is me goed bevallen. Dus ja, we hebben alles gedaan, alles voor gegeven om deze winst eruit te halen. Nou, morgen nog tegen Juventus. Die zijn al uitgeschakeld. Jullie hebben aan 1 punt genoeg. Met wat voor gevoel ga je die wedstrijd in nu? Nou, dat wist ik nog niet dat hun uitgang, maar hetzelfde als deze. Ik bedoel, de eerste wedstrijd niet goed ingegaan, vond ik ook. De beleving was niet goed. Deze beleving, dat moeten we gewoon vasthouden en dan halen we daar ook een goed resultaat uit. Ja, het is een toernooi, daar moet je in groeien, dus het kan nog alle kanten op, hoop ik, hè? In ieder geval nog hoger. Ja, ik hoop het. We kunnen het zeker met dit team. We hebben ons goed ontwikkeld de laatste weken. We staan ook goed voor het landskampioenschap en het vertrouwen is er, dus... Het is hopen op een goede afloop, ja. Ja, tot slot, de Future Cup dag 1 zit er voor jullie in ieder geval op qua wedstrijden. Hoe vond je het? Ja, vorig jaar zat ik er net niet bij. Dit jaar, ja, het is zoveel mensen. Het is een heerlijk gevoel om hiervoor te spelen. Zeker.